Ja, vrienden, daar zit hij. Dat is Bart van Houten. En Bart is 50 jaar oud. Binnenkort wordt hij 51, maar hij is nog 50. En hij woont in, waar woon je, Bart? In Almere. In Almere. Nou, en Bart, die heeft gewoon corona, jongens. Ja. En ik heb Bart gevraagd om eventjes in beeld te komen. Want eigenlijk zit hij in een donkere kamer al een. Hoeveel dagen, Bart? Bijna een dag of 10. Dag of 10 al. Ja. Goeiedag. Ja. En gewoon helemaal donker gemaakt en noem maar op. Nou, ten eerste kan je bijna niet kan ik bijna niet uit mijn ogen kijken. Het is een griepvirus of die je eigenlijk niet die je niet wil hebben, Harry. Nee. Hij is echt heel erg zwaar. Ik heb ook al 10 dagen heb ik ook al koorts tussen de 39 en de 39,6. Wauw, dat is Ja, bij hoog. een normaal griepje, dat duurt natuurlijk maar een paar dagen dat je koorts hebt. Twee, drie Ja, dagen. ja. Maar deze houdt al 10 dagen aan. Maar waarom moet je in een donkere kamer? Wat is er dan? Heb je zo'n hoofdpijn of wat heb je Ja, dan? de hoofdpijn is ondraaglijk, man. Is echt ondraaglijk. Meen je dat nou? Is. Maar beschrijf het mij eens dan, hoe dan? Nou ja, net wat ik zeg, je hoofd knalt uit elkaar, maar Ja. tegelijkertijd lijkt het ook wel of er iemand gewoon op je hoofd staat. En dat 24 uur per dag. Wow. Mijn ogen branden mijn kop uit, dus ik kan ze ook bijna niet open houden. Nee. Het is geen pretje, kan ik je melden, Harry. Nee, dat hoor ik. Dat De, hoor ik. deze, deze, Eigenlijk hadden we dit gesprekje al eerder opgenomen en dat moesten we afblazen, want ja, je kon niet uit je ogen kijken. Nee, dat klopt. We zouden het gisteren zouden het opnemen. Ja. Maar dat had ook vooral te maken met de druk op mijn borst. Oh, Dat dat je heb je ook bijna nog erbij. dat je bijna geen adem kan halen. Ik heb nu inmiddels medicijnen daarvoor gekregen, dus ik kan nu wat beter uit mijn woorden komen. Ja. Maar het is een hele pittige, Harry. Echt een hele pittige. En wat moet ik me daar nou bij voorstellen dan? Ik bedoel, ben je doodziek of wat? Nou, ik ben in 10 dagen tijd ben ik nu bijna 7 kilo kwijt. Oh. Dus dat is al behoorlijk, zeg maar. En dat Ja. komt eigenlijk door de koorts. De Ja. koorts is zo heftig en zo lang dat je lichaam kan het helemaal niet meer bolwerken. Nee. Dat niet alleen, maar het heeft ook een weerslag op je hele gezin. Mijn gezin we leven nu allemaal apart van elkaar in allemaal aparte kamers. Ja. We zijn in quarantaine in ons eigen huis. Daarnaast, weet je, mensen beseffen helemaal niet hoe erg het is. Mensen beseffen, ik lees ook je comments als jij je filmpjes. En dan denk ik Ja, van, mensen ja. beseffen even wat er aan de hand is. Ja. Beseffen even hoe erg het is. En ik leef pas op dag 10, hè? Dus ik bedoel, zometeen. Het kan nog steeds alle kanten opschieten. Of ik het wel of niet ga overleven. Of ik er überhaupt goed uit ga komen. Wauw. Deze, dit kleine gesprekje, dit kost me zo ongelooflijk veel energie, Harry. Ja. En ik heb, ja, weet je, ik heb twee bedrijven. Normaal werk ik 60, 70 uur in de week. Ja. Douchen is nu al de maximale inspanning. En dan ben je klaar voor de dag. Dan ben ik klaar voor de hele dag. En dan ga je weer die donkere kamer in en dan lig je maar. En dan lig ik maar. Ja. En het enige wat je doet is een klein beetje, omdat je constant een droge mond hebt, constant een klein beetje water, want veel water kan ook niet. Ja. Mensen hebben geen idee, hebben geen enkel idee. Echt niet. Nee. En Nee. ik vind het ook bijna misdadig dat mensen er zo laconiek over doen. Ja. Maar luister goed, en als jij dan weer in die donkere kamer ligt dan, wat Ja. spookt er dan in je hoofd heen? Ja, nou ja. Ga ik het redden of niet? Zeg, wat zei je? Ga ik het redden of niet? Ja. Want het is zo'n heftige griep dat je echt bij jezelf denkt van oké, hoe lang nog?
Hoe lang nog? Het is geen pretje, Harry, kan ik je melden. Nee. Wauw. Ja, en ja, het is lastig. Het is lastig. En vooral, ik heb een dochtertje van 4. Dat soort dingen spelen allemaal door je hoofd heen. Van ja, ik moet wel knokken. Maar soms denk ik wel, heb ik in de afgelopen 10 dagen, heb ik wel gedacht van, weet je, laat maar zitten allemaal. Dus het is een pittige. Ja, ik weet ook niet van goed wat ik moet zeggen. Ik bedoel, wat zou je tegen de mensen in Nederland willen zeggen? Pas goed op elkaar. Pas goed op elkaar, maar vooral pas ook goed op jezelf. Hou je gewoon aan de voorschriften. Hoe moeilijk kan het zijn? Hoe moeilijk kan het zijn om je gewoon aan de normale voorschriften te houden? Mijn vraag is aan al die mensen. Hou je alsjeblieft gewoon aan de regels. Stel niet zoveel vragen. Ga niet in allerlei complottheorieën denken. Want zometeen zit je op mijn plek. Ja. En als je op mijn plek zit, praat je wel anders. Dus, wat ga ik nog tegen jou zeggen, Bart? Moet ik zeggen sterkte? Of moet ik zeggen beterschap? Het klinkt allemaal zo niks. Weet je, ik vind het ook niks om te... Zo voelt het ook, Harry. Zo voelt het ook. Niks wat mijn vrouw zegt bijvoorbeeld, ik leef met je mee. Ja. Ja, what the fuck heb ik eraan? Weet je, leuk dat je met mij leeft. Ja. Maar ik ga dat ook niet tegen je zeggen. Ik ga dat ook niet, al die woorden niet gebruiken. Nee. Oké. Wat zeggen we dan tegen elkaar, tot slot? Tot snel. Ja. Ja. Ik ga je in de gaten houden. Dankjewel. En af en toe nemen we even contact op. Is goed. Is en dan goed. Gaan we kijken hoe het met je gaat. Ja man, dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel ook voor deze tijd even. Dat ik even wat mensen wakker kon schudden. Ik ga opvangen en ik ga huilen. Ja. Ik hou met je mee, Harry.